Heeft u zin in dit festival? Ja, vind ik altijd heel leuk om naartoe te gaan. En ook heel bijzonder dat het gratis is. Dus dat vind ik heel leuk. Ik heb er wel zin in, ja. Ik ben heel erg benieuwd. Het is 3 jaar geleden dat ze hier voor het laatste evenement hadden. Dus dat is wel heel mooi. Het is heel mooi. Hoe vonden jullie het optreden gaan? We loved it! All it was amazing! Fantastic audience. Yeah. Everybody was dancing along and singing. I'm not the right generation, darling. It was amazing. The audience, everything. We just loved it. Beautiful people. Yes, beautiful girls, beautiful boys. Oh, yeah. Dus jullie vonden de sfeer heel goed? Yes. It was awesome. It was awesome. I think everyone was very brave in the rain. Yes. And they powered through. I didn't know that people from Almelo were so amazing. Hoe vonden jullie dat het optreden ging? Ja, lekker. Het ging hartstikke lekker. Leuk festival. En wat vonden jullie van de sfeer, van het publiek? Ja, het is een beetje kut weer, hè? Maar voor de rest was de sfeer zat er lekker in. Ja, ja, mensen waren enthousiast. Ja. En hebben jullie nog wat van Almelo kunnen zien? Of, Nee. Alleen de backstage van het festival? Alleen dit prachtige paradijselijke stukje. Ja, ja, dit was het. En zijn jullie nog van plan om nieuwe muziek uit te brengen dit jaar? Ja, hè, Jan? Lang genoeg. We gaan een Nederlandstalige album uitbrengen. Leuk. Nou, fijne dag verder en bedankt. Hoe vonden jullie dat jullie optreden ging? Slecht, nee, goed. Leuk. Leuk. Het was heel leuk. We hebben ons zeer hard geamuseerd en daar gaat het bij ons wel echt nog altijd over. Als we kunnen lachen met elkaar op een gezonde manier, dan is het een geslaagde show en dat was zo. Ja. Straks is de vergadering over de voeten, dus nu gaan we nog genieten. En hoe was de sfeer hier op Hopnop? Slecht. Nee. Wauw. Nee, ook goed. Ook goed. Het was gezellig. Er waren veel mensen die enthousiast waren. En dat maakt ons gelukkig. Hoe vonden jullie dat pingpong? Slecht. Ja, red het maar. Dat was zeer onverwacht. Dat was best stressie om 10 uur gebeld te worden en om 4 uur te moeten spelen. Ook ver van ons thuis. Het was ook 2,5 uur rijden. Maar het was crazy. Ik kan eigenlijk nog altijd niet zo goed vatten wat er gebeurd is. Het is allemaal zo snel gegaan. Er stonden zoveel mensen, het was zo warm. Het was zo'n zotte line-up. We hebben zo genoten van de andere bands die gespeeld hebben. Het was allemaal ongelooflijk eigenlijk. Dat is fijn. En hebben jullie nog plannen voor nieuwe muziek? Wel, we zijn volop aan het schrijven aan het tweede full album. We hebben ook heel veel wilde ideeën over hoe en met wie dat we dat willen opnemen. Maar daar gaan we nog niets over zeggen, want het is nog niet zot concreet. Maar nu eerst de festivalzomer is begonnen, dus we spelen weer veel festivals. Maar ondertussen zijn we in Gent in onze kleine repetitieruimte verder aan het werken aan nieuwe muziek. En met heel veel zin om die plaat te maken. En dat is de bedoeling dat er volgend jaar toch iets, dat gaan we proberen, daar streven we naar dat er iets uitkomt. Hoe vonden jullie dat het optreden ging? Wie wil? Sprakeloos. Ja, ik ben sprakeloos. Ja, hartstikke goed. Ja, was lekker. Ja, maar wat een enthousiast publiek. Ja, en, we zaten er zelf lekker in, dus dat ging helemaal goed. Ja, te gek. Leuk dat ze doen. Almeloos dingetje. Ja. Was dit de eerste keer Hopnop voor jullie? Voor mij wel. Ja, ja. Wel. Voor mij de derde keer. Pocher. Ja, een paar keer gespeeld. Ja. En de sfeer zat er dus goed in? Ja, regen komt zonneschijn, hè? Ja, maar eigenlijk moet je aan het publiek vragen. Maar
Ja, het was wel, ons ook wel. We waren een beetje sceptisch met weer. Denk je, nou, hou het vol. Maar volgens mij hebben we niks te klagen gehad.